Het kabinet wil het coronatoegangsbewijs breder inzetten. Niet alleen een 2G-systeem ligt op tafel, maar ook de wens om alleen personeel met een geldige QR-code toe te laten. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft ernstige bedenkingen bij deze ontwikkelingen. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Al dagen achter elkaar worden er meer mensen positief getest op corona dan de dagen ervoor. Gisteren werd een piek bereikt van ruim 23.000 positieve testen. Diverse experts pleiten vanmorgen in de Telegraaf daarom voor een harde lockdown of een snelle invoer van het 2G-systeem. In de studio SGP Tweede Kamerlid Roelof Bisschop. Goedenavond, meneer Bisschop. Goedenavond. Zegt u het maar, een lockdown of een 2G-systeem? Nou, dat 2G-systeem is onbetrouwbaar. Dat houdt in dat als je genezen bent of je bent gevaccineerd, dan kun je een herstelbewijs krijgen, een QR-code. Mm-hmm. Maar ondertussen kun je toch opnieuw besmet raken met het virus. En die QR-code geeft geen enkele beperking aan jouw bewegingsvrijheid op het moment dat je weliswaar gevaccineerd, maar weer besmet bent. Ja, dus kiest u voor die harde lockdown? Als het echt nodig is, is een korte, harde lockdown is beter, effectiever, naar onze inschatting, dan 2G-methode. Ook in de kerk? Ja, ik denk dat de overheid zich zo ver mogelijk weg moet blijven bij zich te bemoeien met wat er in de kerk gebeurt. Dat zijn twee eigenstandige grootheden, de overheid en de kerk. Maar de kerk heeft tot nu toe, vrijwel alle kerken hebben serieus opvolging gegeven aan de adviezen die vanuit het OMT werden uitgedragen. De besluiten die het kabinet, de Kamer hebben genomen. En binnen die kaders hebben ze inhoud gegeven aan hun verantwoordelijkheid. En ja, daar is af en toe wel wat stampij over gemaakt vanuit de seculiere pers. Mm-hmm. Maar volkomen onterecht. Oké, de ChristenUnie legde deze week nog een ander voorstel op tafel, namelijk 1G. Ja. Testen, testen, testen. Ja, dat is die derde G, zeg maar, getest zijn. Op zich is dat de meest betrouwbare methode. Alleen de vraag is of de capaciteit toereikend is. Ja, want de testraten lopen nu al vol. En het antwoord is dus nee. Mm. En dat maakt het moeilijk te realiseren. Maar bij alle onzekerheden die er zijn bij het vaststellen van wie het virus heeft en hoe het overgedragen wordt, is testen nog een van de meest betrouwbare methodes om vast te stellen of je veilig met anderen kunt omgaan, met inachtneming van de basisregel natuurlijk, of dat je vooral in quarantaine moet. Maar afgezien van de capaciteit die het niet aan kan, willen we toe naar een testsamenleving dan? Als dat nodig is om een virus, een pandemie, tegen te gaan, dan kan ik me dat als tijdelijke maatregel in het kader van de volksgezondheid wel voorstellen. Mm. Maar je moet er niet aan denken, net zo goed als je er niet aan moet denken dat een QR-code zeg maar onderdeel van je bestaan wordt. Je moet er niet aan denken dat zo'n testsamenleving, dat de norm gaat worden. Ja, nou is het begrip tijdelijk in deze pandemie is natuurlijk wel een subjectief begrip geworden. Absoluut. Vandaar dat wij ook steeds gevraagd hebben, tot wanneer? En het kabinet wil dat dan liever niet aangeven. Want ja, dan moet je na 3 maanden moet je weer naar de Kamer toe. Ja, maar wacht even. Er spelen hier wel grondrechten die in het geding zijn. Hè? En dan kun je niet daar een open eind aan koppelen. Ja. Maar dan moet je aangeven, tot wanneer doen we dit? Dan beoordelen we de situatie opnieuw. Is de situatie niet verbeterd, dan zullen we opnieuw een stap moeten zetten. Misschien voortzetting van de maatregelen of stevigere maatregelen. Want je moet elke keer je bewust zijn dat je ingrijpt, als overheid ingrijpt op de grondrechten van je onderdanen, van je burgers. Ja, tot slot met dit blokje. De overheid wil ook het coronatoegangsbewijs breder laten gelden. Bij niet-essentiële winkels en diensten zoals meubelzaken en kappers. Wat vindt u daarvan? Ja, slecht plan. Ook hier geldt datzelfde bezwaar voor gevaccineerden en herstelden. Ja. Je kunt ook toe naar maatregelen als het gaat over
maximaal aantal mensen aanwezig of alles wat daar, zoals dat eerder ook is geweest. Mm. En dat is en dan inderdaad ook, je moet zeker weten dat mensen niet besmet zijn. Hè? En, daar moet je op inzetten. En die, als je besmet bent, quarantaine. Oké. We gaan even toe naar een sector die geraakt wordt. Dat zijn de zorgorganisaties. Zij worstelen met het coronatoegangsbewijs. Het kabinet wil het namelijk ook mogelijk maken om werknemers te controleren. En dit voor de zorgsector zelfs te verplichten. Contact nu met Martijn van Lobestein, directeur werk en begeleiding bij Philadelphia Zorg. Goedenavond, meneer van Lobestein. Goedenavond. Ja, fijn contact met u te hebben. Die hele discussie over dat coronatoegangsbewijs op de werkvloer, hoe kijkt u ernaar? Het coronatoegangsbewijs is tot op dit moment verspreid onder de niet-essentiële gelegenheden. Ja. Werk is een vrij essentiële gelegenheid en we willen ook dat alle medewerkers naar het werk toekomt. Op dit moment hebben we iedere medewerker keihard nodig. De medewerkers lopen bij Philadelphia op de 500-600 locaties die we hebben op hun tandvlees. Mm-hmm. En zo'n invoer van een coronatoegangsbewijs leidt tot allemaal extra werkdruk. Veel gedoe met de medewerkers die niet gevaccineerd zijn, die moeten dan testen. Tijd en energie, die kostbaar is op dit moment en die we graag inzetten voor de kwaliteit van onze zorg. En niet voor een maatregel waar eigenlijk ook het OMT op dit moment nog van aangeeft dat het geen meerwaarde heeft in de zorg. Ja, ik begrijp dat u er dus sceptisch tegenover staat. Zeer zeker. Ja, maar als het toch verplicht gaat worden straks, wat zijn de consequenties dan? Nou ja, ik vind dat vooruitlopen. Ik geloof in het gezond verstand ook van de minister en dat het uiteindelijk niet verplicht zal worden. We zijn iedere dag drukdoende om alle maatregelen die wel door de Kamer zijn, om die uit te voeren en in de organisatie te beleggen. En op dit moment maken we ons nog niet druk om iets wat mogelijk gaat komen. Ik ga ervan uit dat minister De Jonge verstandig doet om het niet te verplichten. Ja, want is het überhaupt wel praktisch uitvoerbaar om het te controleren? Op dit moment, we hebben ook horecolocaties waar op dit moment prima, volgens de normen die er nu, de regels die er gelden voor horeca, ook gescand wordt, et cetera. Maar het heeft absoluut op dit moment niet de prio. Als je ziet, de zorg die regelmatig in beeld is, gaat over de ziekenhuiszorg. Ja. Wij zijn een organisatie in de langdurige zorg, net zoals de ouderenzorg en de thuiszorg. En moet u bedenken, wij kunnen niet afschalen. Mm. Onze cliënten die bij ons wonen, maar ook de 2000 cliënten die wij bedienen thuis, bij hun thuis, die op zichzelf wonen. Wij kunnen niet zeggen, wij komen niet langs. Dus wij kunnen niet afschalen. Dus iedere medewerker, die hebben wij keihard nodig om het rooster rond te maken. En als je dan weet dat er een hoog ziekteverzuim is, veel vacatures zijn, dan moeten we er niet aan denken aan maatregelen die nog meer een druk gaan leggen op het dienstrooster. Want dat betekent dat wij de kwaliteit waar wij ons iedere dag voor inzetten, de continuïteit van zorg, dan niet meer kunnen gaan waarborgen. Ja, duidelijk. Daar moet je aan denken. Ja, u schetst de situatie voor het personeel. Tot slot, u spreekt ook over uw cliënten. Hoe ervaren zij het coronatoegangsbewijs? Ik denk dat dat nog deels langs hun heen gaat. Ja. Je kan begrijpen, zeker mensen met een verstandelijke beperking, moet je extra meenemen in het uitleggen van allerlei maatregelen. En wij moeten op dit moment heel erg uitleggen dat door vaccinatie we niet de vrijheid hebben gekregen. En daar hebben we het al moeilijk mee. Onze cliënten vragen nabijheid, onze medewerkers vragen nabijheid. En een coronatoegangsbewijs op dit moment uitleggen aan onze cliënten, dat staat niet op onze prioriteitenlijst. Duidelijk. Dank voor uw toelichting, Martijn van Lobestein van Philadelphia Zorg. Graag gedaan. Terug naar onze gast aan tafel, Roelof Bisschop. Ja, deze meneer staat behoorlijk sceptisch tegenover dat coronatoegangsbewijs in de zorg. Ja, terecht. En hij is niet de enige. Ik denk ook dat het heel goed is om daar goed naar te luisteren. En ook dat de minister zich realiseert van, ja, wat tuigen nu eigenlijk op? Welke veiligheid bied je nu eigenlijk? Of is het vooral schijnveiligheid? Want dat is ook nog eens een keer een punt. En dan is de conclusie van jongens, met die 2G-lijn en coronatoegangsbewijs, je zit daarmee op een verkeerde lijn. Mm. Als je niet echt maatregelen neemt die schijnveiligheid elimineren en die het werkelijk veiliger maken. Ja, want de zorg is één, misschien het onderwijs, waar ook veel gevallen zijn de laatste tijd.
is 2 straks. Spreek ik ook mensen regelmatig en die hebben precies dezelfde zorg. Ja. Ze nemen heel zorgvuldig van alle maatregelen in acht die nodig zijn in het kader van hygiëne en voorkomen van besmetting en overdracht. Maar op het moment dat er een 2G-signaal komt, ja, dan zijn ze... ik wil niet met een QR-code gaan werken. Dat ga ik niet doen. Ja. Dat verhoogt de tweedeling in de samenleving. En bovendien, ik vertrouw het systeem niet. Dat soort reacties. Ja. En daar kan ik dus mijn baan op zeggen. Want dan betekent het ontslag. Nou, zover is het in Nederland gelukkig niet. Maar je moet ook die weg niet op willen gaan. Nee, het is er allemaal op gericht, dat beleid van de overheid, om mensen zich te laten vaccineren. Ja. En hoeverre is er nog ruimte voor niet gevaccineerden in dit land? Dit steeds... Wat wij terugkrijgen is dat het al steeds verdere inperkingen worden ervaren. En ik herken dat ook wel. Want ja, kijk, als je niet gevaccineerd bent en je hebt al wel bijvoorbeeld corona gehad, dan heb je dus weerstand daartegen opgebouwd. Wordt op geen enkele manier meegewogen. Ja. Dat betekent dus dat er voor die mensen, ja, je telt pas mee als je gevaccineerd bent. Ja. Die mensen gaan zich niet vaccineren. En ik denk dat het een fout beleid is om daar geen oog voor te hebben of te weinig oog voor te hebben. Ja, wat gaat het worden in de Kamer volgende week, denkt u? Ik denk dat dat uiteindelijk de coalitie gaat steunen. Ja, dat blijft wel een brede steun, ja. Ja. Inclusief de ChristenUnie? Die heeft aangegeven toe te willen naar een 1G-samenleving, ja. Hè, dus een testsamenleving. Maar als dat het perspectief is, dan verwacht ik wel dat zij, gezien hun opstelling, dat zij daar uiteindelijk als tussenstap steun aan zullen geven. Oké, we gaan het zien volgende week in de Kamer. Wij wachten af. We gaan even naar die Tweede Kamer. De omgangsvormen en normen in die Kamer, ja, die worden met voeten getreden, zeggen sommige mensen. Want tribunalen, het woord is zelfs gevallen deze week. Ja, nou, dat is waar. En het dreigende is natuurlijk dat er aan toegevoegd wordt, jouw tijd komt nog wel. Ja. En dan het was Pepijn van Houwelingen, Tweede Kamerlid. Van Forum voor Democratie. Van Forum tegenover een D66'er. Ik sprak hem later en hij gaf nadrukkelijk aan van ja, maar ik bedoelde dat helemaal niet dreigend. Maar de hele setting kwam wel dreigend over. En dan is het goed om dat eens tegen het licht te houden en ook het gesprek aan te gaan. Kijk, tribunalen, als historicus heb ik dan onmiddellijk associaties met Rode Khmer in Cambodja, met Mao Zedong, met zijn culturele revolutie en noem al die... Tweede Wereldoorlog daarna, de tribunalen. Ja, met dit verschil, het Nuremberg-tribunaal of de zuiveringsactie van de Nederlandse samenleving, de Nederlandse politie door Nederland, heeft altijd zijn inkadering in de rechtsstatelijke besluitvorming gehaald. Kijk, en als hij zegt van de tribunalen komen eraan en jouw tijd komt nog wel, ja, dan suggereer je niet van wij werken toe naar het instellen van tribunalen, maar wij organiseren de tribunalen. Ja. Ja, en dat komt dreigend over. En dan moet daar gewoon het gesprek over zijn. Ook in de persoonlijke sfeer kun je daar rustig over doorpraten. Ja, en zei de Kamervoorzitter ook, we moeten om tafel met elkaar. Maar uw fractievoorzitter, Kees van der Staaij, die heeft in een commissie gezeten, ja, om juist die omgangsvormen en normen te verbeteren. Ja. Is dat niet gelukt dan? Ja, er is een artikel ingebracht dat erop aandringt dat de Kamer op een respectvolle manier met elkaar omgaat. Dus op grond daarvan heeft de voorzitter een term om Kamerleden die naar het oordeel van de voorzitter zich buiten de grenzen begeven, om die tot de orde te roepen. Alleen ja, vroeger kon een voorzitter zeggen van dit woord dat accepteren we niet en ik verzoek u een ander woord daarvoor in de plaats te stellen. Dat kan hij niet meer doen. Maar de algemene term van je gaat respectvol met elkaar om, dat is natuurlijk niet een zinloze term. Dat is, je moet daar ook wel een doorvertaling aan geven, een praktische toepassing. Is het ook een effect van de coronatijd waarin we leven? Dat ook in de Tweede Kamer men daar
feller op elkaar is? Nou, ook voor die tijd zag je wel dat er verruwing optrad. Ja. Want u heeft ook een voorbeeldfunctie. Het wordt uitgezonden, er kijken mensen naar. Het heeft effect in de samenleving. Kijk, als dit normaal wordt gevonden, omdat het in de Kamer ook gebeurt... Ja. Dan bewijs je de samenleving een hele slechte dienst. Ja. En dat is ook wel de reden dat wij in ieder geval binnen de SGP-fractie... elkaar ook daar wel scherp op proberen te houden. Je kunt daar niet op ingrijpen... En je wilt ook niet meehuilen met de wolven in het bos op het moment want soms is het ook gewoon gespeeld die verontwaardiging en dat wil je ook niet. Maar wat je wel kunt doen, het minste wat je kunt doen, is gewoon het voorbeeld geven. Ja. Nou, misschien gaf u zelf wel het goede voorbeeld van de week, want u ligt regelmatig overhoop met de SP... collega Peter Quint, maar in de Eerste Kamer was het koekoek eenzang. Ja. Want u wilde af van het lerarenregister. Ja. Wat gelukt is. Ja, dat is royaal gelukt, gelukkig. Ik geloof niet dat veel Nederlanders wakker gelegen hebben van het lerarenregister. Nee, niemand wist dat het bestond en het is nu ook weer weg. Dus. Nee, er wisten 14.000 mensen, 14.000 docenten van de 250.000 in Nederland... dat het lerarenregister bestond. Die stonden erin. Ja. En voor de rest is het een grote flop geworden. Mm. En het bleef maar boven de markt hangen dat nog eens een keer ingevoerd zou kunnen worden. En het had inmiddels zo'n kwalijke naam en zo'n kwalijke uitstraling gekregen... dat wij gezegd hebben, ja, dat moet je niet doen. Als je nog eens een keer naar een register toe wilt... zoals advocaten een register hebben, zoals specialisten een register hebben... een big register er is, dan moet je van de grond af aan beginnen. Ja. En in de lijn van wat de Raad van State ooit geadviseerd heeft... dan moet het sluitstuk zijn van een proces... En de minister die voelde daar niet zoveel voor, want er waren al zoveel kosten aan besteed. Toen hebben wij gezegd wij moeten hier toch mee aan de slag. En omdat de SP eenzelfde insteek had, misschien vanuit een wat andere invalshoek, meer vakbondsachtig, zou best kunnen. Wij hadden het meer staatsrechtelijk, zeg maar. Maar u vond elkaar daar overbodig en dan, precies, afschaffen. En dan vinden wij het waardevol om als je op een concreet punt... parallel loopt, dat je dan laat zien dat je ondanks grote verschillen, want we zitten elkaar regelmatig in de haren, ook op principiële punten, dat je toch op andere punten elkaar met elkaar kunt optrekken. En dat is een wezenlijke trek, vind ik, van een volwassen democratie. Dat je met respect voor elkaars verschillen, en daar doe je niks van af, maar dat je wel elkaars gelijkwaardige verantwoordelijkheid ook erkent. Ja. En daar waar het mogelijk is met elkaar samen optrekt. Tot slot, respect bleef er ook in de formatie... ondanks de blunder van Gert-Jan Segers... die wat stukken in de trein liet liggen. Ja, dat is natuurlijk wel interessant, hè, om te kijken waar men het over had. Ja. En het is vooral interessant om te kijken van hoe ver... zonder dat D66 aan tafel zat... hoe ver was men bereid om aan D66-eisen tegemoet te komen? Heel ver, bleek. En dat was wel heel erg ver, ja. Ja, ja. Ja. Ze zitten nu in een landgoed om knopen door te hakken. Ja. Verwacht u dat ze eruit komen? Deze dagen? Ja, ze hebben het zich stellig voorgenomen natuurlijk. Hè? Ja. En ze kunnen zo langzamerhand... als hij niet de risée van Europa wilt worden... en het record van België wilt gaan evenaren... Ja, dan zul je zo langzamerhand toch wel tot stappen moeten komen. Dus ik verwacht wel dat over een maand of zo... dat er wel een kabinet op het bordes kan. Ja, sommige mensen hebben een deadline gesteld. Die zeggen een akkoord voor Sinterklaas. Het zou mooi zijn natuurlijk. Ik weet niet of dat helpt. Maar er zijn wel vaker stoere uitspraken gedaan. Sinterklaas, de 5 december, dat is nog 3 weken zo'n beetje. Ja. Ja, het zou kunnen hoor, dat dan de contouren vast liggen. En dat dan de poppetjes beginnen op te doemen. We gaan het zien. Dat moet ik nog zien. Oké, wij gaan het zien. Dank u wel, Roelof Bisschop. Graag gedaan. Bij de Kamerlid voor de SGP. Want dit was uitgelegd voor vandaag. Dank voor het kijken. Maandag bij Leven en Welzijn. Dan zijn we er weer. Een hele fijne weekwisseling. Goede zondag en graag tot dan. Dag.